De Hollandewijk in Leeuwarden bestaat het jaar 100 jaar. Dit wordt gevierd met diverse feestelijke activiteiten. De wijk werd begin vorige eeuw ontworpen door architect W.C. de Groot. Enkele jaren geleden werd in de buurt een plantsoenerm vernoemd. In de jaren 80 werd de wijk bedreigd met sloop. De bewoners wisten dit echter te keren en inmiddels staat de Hollandewijk op de monumentenlijst. Een buurtje met een rijke historie dus. Stichting Toekomstverkenning Hollandewijk 2015 gaf vrijdag dan ook het start zijn voor het zogenaamde QR-code-project. Het is de bedoeling dat elke woning een QR-code op de gevel krijgt. Bezoekers van de wijk kunnen de code met hun smartphone scannen en krijgen zo meer informatie over de betreffende woning en haar bewoners. Dit weekend viert de Hollandewijk Wijk haar eeuwfeest met een groot feest bij het buurthuis.